De eerste diesellocomotieven met stangenaandrijving waren de drieassers van het type 500. Deze zijn ouder dan de tramlocomotieven. De eerste 10 werden na afloop van de Tweede Wereldoorlog door de NS van het Engelse War Department overgenomen. Ze waren in Engeland gebouwd om het vervoer dat tijdens de Tweede Wereldoorlog enorm was toegenomen op te vangen. Bij de NS voldeden de 500'en prima en daarom werd besloten extra locomotieven van dit type bij te bestellen. Zo kwamen tot 1954 nog eens 35 loks in dienst, waarmee het totaal aantal 500'en op 45 kwam. Net als de SICK heeft ook de 500 een simpele mechanische bediening. Opvallend is wel dat de 500'en de stuurstand aan één uiteinde hebben. In één richting heeft de machinist daarom beperkt zicht. De 500'en waren overal in het land aan te treffen. Zoals hier op het rangeerterrein Onnen bij het heuvelwerk. De 500 had alleen een locomotiefrem en kon dus geen trein beremmen, wat de inzet op de lijn bemoeilijkte. Doordat er steeds minder behoefte aan specifieke rangeerlocomotieven was, nam in de jaren 70 en 80 het aantal 500'en af. De laatste gingen eind jaren 80 buiten dienst. De moderne variant op de 500, met de mogelijkheid een trein te beremmen, is de 600. Hiervan zijn 65 exemplaren gebouwd. Deze machines hebben tegenwoordig radiografische besturing. De rangeerder kan hierdoor de locomotief van afstand besturen, wat een machinist uitspaart. De 616 in Venlo. Hier komen ook Duitse locomotieven die met een 600 worden weggesleept omdat ze niet onder de Nederlandse bovenleiding kunnen rijden. Sas van Gent op een vroege oktobermorgen. De grens tussen Nederlands en Belgisch Vlaanderen. En tussen de NS en de NMBS. Tot 1948 was dit anders. In dat jaar nam de NS de lijnen Terneuzen, Sas van Gent en Terneuzen-Hulst over van de Compagnie Internationale de Chemin de Fer de Malines, A Terneuzen, kortweg MT. De Bentheimer IJzerbaan is daarmee als laatste buitenlander op Nederlandse bodem overgebleven. Een directe verbinding met het overige NS-net is er niet, zodat Belgische loks nog een tijd de goederentreinen bleven rijden. Het reizigersvervoer was al kort na de oorlog gestaakt. Zojuist heeft de vierassige 6303 zijn trein van lege kookswagons afgeleverd en gaat op huis aan, een paar honderd meter verderop. Tot 1994 werd een groot aantal 600'en in de goederendienst in Zeeuws-Vlaanderen ingezet.
In 1960 zond de NS eerst een kleine SIC. Daarna een drietal 600'tjes zoals deze, die nog eens met twee stuks werden aangevuld. Ze zwaaien sinds jaar en dag de scepter over dit eilandbedrijf van de NS. Maar hoe lang nog? Hun manier van voortbewegen is uniek binnen het NS-lokpark. De Engelsen noemen zoiets een jackshaft drive. De drijfwielen zijn door een stang aan elkaar verbonden. Luister naar dit typisch Engelse dieselgereutel. Na enig rangeren staat de 665 met een trein ketelwagens voor Dow Chemical gereed als de 2327 in Sas van Gent aankomt. De geschiedenis van de 500'en en 600'en gaat terug tot april 1934. Toen de Engelse London Midland en Scottish Railway de zesde proeflok in ontvangst nam uit een groep van 11, geleverd door diverse fabrikanten. Het was een 9 meter lange English Electric met 47 ton op drie gekoppelde assen en een zescilinder dieselmotor van 300 pk. Via het Engelse War Department kwamen 10 inmiddels verbeterde machines tot kort na de oorlog bij de NS. Ze voldeden ook hier uitstekend. Van 1949 tot 1957 werden er 100 nabesteld bij de Dick Kerr Works in Preston. Het vermogen was inmiddels opgekrikt tot 400 pk, ofwel 295 kilowatt. Met 35 dienstjaren is lok 665 de jongste. In het Zeeuwse land staat de industriële trein in schil contrast met de pas geoogste bieten. De aansluiting naar Dow Chemical heeft nooit stoom gekend, alhoewel het overwegbord anders zou doen denken. In 1956 en 1957 liet de NS bij werkspoor 10 drieassige diesellocomotieven van de serie 451 tot 460 bouwen. Deze waren bedoeld voor goederenconvooien op de wat langere lijnen. Ze hebben voornamelijk op voormalige tramlijnen in Friesland en in het Westland dienst gedaan. Vandaar dat ze ook wel bekend zijn geworden als de tramlocomotieven. Tot 460 in 1971 buiten dienst is gegaan, is bij de Museum Buurtspoorlijn Haaksbergen-Boekelo één machine van dit type in dienstvaardige toestand bewaard, de 451, de oudste van de serie. Soms wordt deze voor een museumgoederentrein ingezet. Let op de karakteristieke aandrijving met drijfstangen en een blinde as. Thank you.
Vanuit Nut vond jarenlang bietenvervoer plaats naar de suikerfabriek bij Roosendaal. Dit gebeurde met oude tweeassers. In 1995 reed het bietenvervoer van Nut naar Roosendaal voor het laatst, waardoor de 600 in Nut overbodig werden. De 653 in Utrecht, hier op het opstelterrein aan de westzijde, met een in historische kleuren geschilderd mat 54 treinstel. De hoogovens heeft enkele 600'en van de NS overgenomen. Terwijl het einde van de 600'en bij de NS nadert, zijn de locomotieven van hoogovens in volle glorie te bewonderen. De 48 is in oorspronkelijke kleuren teruggebracht. Groen met een gele band en een rode bufferbalk. Goederentreinen in Zeeuws-Vlaanderen zijn soms lang. Er worden dan 2 600'en voor een trein geplaatst.
De spoorlijn in Zeeuws-Vlaanderen loopt van Terneuzen via Sas van Gent naar Zelzate in België. Een van de belangrijkste kunstwerken is de brug over het kanaal van Gent naar Terneuzen bij Sluiskil. Een 600 in actie bij het rangeren met bietenwagens in Nut in Zuid-Limburg. We gaan nu naar Terneuzen Zuid, waar een retourtrein met kooks voor Sas van Gent klaarstaat. De klim over de brug bij Sluiskil is voor de 600 te veel. Dus komt de versterking er al aan. Net als in de stoomdagen blijven beide loks bemand, omdat ze niet in treinschakeling kunnen rijden. Beide machinisten moeten dus met wat fijngevoeligheid tot goed samenspel komen. Natuurlijk halen de 600'tjes helling op bij lange na niet hun maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar dat valt te verwachten, met 42 volgeladen wagons aan de haak. Ook de Belgen hebben hun trekpaard aangepast. Had vanochtend nog een vierassige 6300 de trein afgeleverd. Nu staat de dikke 113 ton zware 5113 klaar om de vracht zuidwaarts te brengen. Net zoveel wielen als de twee 600'tjes, maar meer dan 2,5 keer zoveel vermogen.